Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 13 juli zien we veel wolken boven Europa. En dat hangt allemaal samen met storingen en lage drukgebieden die overtrekken. Alleen in het zuidoosten van Europa is de lucht nog stabieler onder invloed van een hoge drukgebied. Geleidelijk aan komt er een hoge drukgebied boven Bretagne te liggen. En die neemt geleidelijk in betekenis toe, zodat de storingen richting het zuiden van Scandinavië trekken. En het wordt dan ook in het zuidoosten van Europa op de Balkan onstabieler. Op zaterdag ligt het hoge drukgebied boven het noorden van Frankrijk. En is de lucht op veel plaatsen in midden en centrale deel van Europa gestabiliseerd. In onze omgeving hebben we te maken met een storing die vanavond over het oosten van het land ligt. Van het westen uit klaart het op en wordt het op de meeste plaatsen droog. En vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Alleen in de kuststreken kan nog een enkele bui vallen. Maar verder landinwaarts is het droog en kan een enkele mistbank gaan ontstaan. Morgen overdag is het nog licht onbestendig. We zien een afwisseling van zon- en wolkenvelden. En verspreid over het land valt er een enkele bui. En met een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden en een matige noordwestelijke wind is het vrij koel voor de tijd van het jaar. Vrijdag blijft het nagenoeg droog, schijnt de zon geregeld en wordt het iets warmer, 20 graden. Van het weekend gaat de temperatuur omhoog richting de normale waarde van 22 graden. Maar het is nog licht wisselvallig met zowel zaterdag als zondag een enkele bui. Maar nu en dan is er ook ruimte voor zonneschijn. En als we kijken naar de temperatuur voor de komende 15 dagen, dan zien we dat de temperatuur rond de normale waarde van 22 graden schommelt. Daar zit eigenlijk weinig beweging in. Dus het is licht wisselvallig zomerweer met wolkenvelden, af en toe ruimte voor zon en 22 graden. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.